Welkom bij het webinar Technologie voor Makelaars. Het onderwerp van vandaag is technologie die de komende tijd de wereld en het vak van makelaar op zijn kop gaat zetten. Ik heb hier aan tafel drie deskundigen uit het vak. Naast mij zit Sven Bertens. Hij is Head of Research bij JLL. Flip van Overhagen, Managing Partner bij Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting. En naast hem aan het einde van de tafel zit Wouter Stevens, Director Agency bij Savills. Dit is een interactief webinar. Dat betekent dat als hier aan tafel een vraag ontstaat, stel hem gewoon. Ik hou het graag zo levendig mogelijk. Dat geldt overigens ook voor u die op afstand dit webinar volgt. In het scherm waar u nu naar kijkt, kunt u een vraag typen. Die komt bij onze regie binnen en die sturen hem door naar dit prachtige stukje technologie hier op tafel. En dan kan ik de vraag voorleggen. Het is handig om erbij te zetten aan wie de vraag gericht is. De anderen zullen misschien ook een mening daarover hebben. En het is fijn om te weten wat uw achtergrond is, zodat we de vraag beter kunnen beantwoorden. Rest mij te zeggen dat dit webinar mede mogelijk is gemaakt door Yardi Systems. Ik zou graag direct in het diepe willen springen met de vraag: welke technologie gebruiken jullie zelf? Sven. Mag ik beginnen? Hartstikke mooi. Bij JLL stroomt technologie wel echt door het DNA van de medewerkers. Er zijn vele applicaties die we gebruiken. Het gaat niet eens meer om de techniek in de vorm van hardware, maar veel meer in oplossingen denken. Een aantal voorbeelden die we dan vanuit research gebruiken, zijn geo-applicaties, dus met kaartmateriaal. Daar zien we echt al toekomst in. En de visualisatie van data. En daar hebben we allerlei tools op wereldwijd niveau voor ontwikkeld, die langzaam doorstromen naar de lokale landen waar wij de vruchten van mogen plukken. Zonder expliciete namen te noemen, kunnen we later misschien ook op terugkomen. Dat zijn een aantal facetten waar we sterk op inspelen. Ja. Ja. Flip, welke technologieën heb jij in huis die jou ondersteunt? Wij gebruiken de technologie voornamelijk in het makelen zelf, dus wat minder in de research. We hebben digitaal alles beschikbaar. Wij willen kijken hoe wij elke keer weer onze proposities beter aan de klant kunnen aanbieden. Daarin maken we, om maar een paar voorbeelden te noemen, panden worden virtueel inzichtelijk gemaakt om aan te geven wat zijn de mogelijkheden. We maken steeds meer films van gebouwen. We hebben een chatfunctie op onze website, alleen maar om de belegger en de eindgebruiker beter van dienst te zijn in de keuze die zij willen maken. Ja, helder. Wouter. Ga ik het woord nemen. Nou, wat wij hebben gedaan, we zijn even los van heel Savills, maar even terug gekeken naar onze eigen afdeling, het makelaarsgedeelte. Daar zijn we 1,5 jaar geleden met een groep jonge mensen begonnen om deze afdeling weer opnieuw op de kaart te zetten. En eigenlijk hebben we toen gezegd, wat we gaan doen is eigenlijk technologie omarmen. En we hebben gezocht naar een aantal partners erin die dat kunnen faciliteren, ja. Los van de diensten die we vanuit Londen zelf hebben. En daarmee zijn we gaan kijken naar hoe kunnen we data inkopen, hoe kunnen we met die gegevens gaan werken. Platform zelf ontwikkeld, dat heet Zuidasoffices.amsterdam. En we kijken nu ook nog naar een eigen CRM-systeem, wat we specifiek maken op de wensen, zodat wij met onze afdeling beter met die data kunnen omgaan en er ook om kunnen zetten naar onze opdrachtgevers. Dus ja. meerdere facetten eigenlijk. Helder, dankjewel. Sven. Als je kijkt naar de toekomst en de ontwikkeling van de technologie, mm-hmm. van welke technologie verwacht je dan het meest in de komende jaren? Ja. Wat gaat echt de boel op zijn kop zetten? Ja, leuke vraag. Als ik dat zou weten, had ik aandelen al gekocht. Maar stiekem heb ik ze. Ja. Ik denk nog terugkomend op het eigenlijk, ik denk dat er in alle drie de verhalen een kernpunt in zit. Dat is het faciliteren van de makelaarsrol. En daarin zie ik de toekomst van data en de datavisualisatie. En dat gaat veel verder dan wat we nu voor ogen kunnen houden.
Yeah. Binnen JLL hebben we diverse mogelijkheden waar we aan het testen zijn met allerlei interactieve schermen, apparaten om de klant te verwennen met data en inzicht te geven in portefeuilles en in huisvestingsstrategieën en de gebouwmogelijkheden, wat Flip al aandraaide. En dat staat nog echt in de kinderschoenen, wat we nu doen. En daar verwacht ik nog veel meer van. Zo zijn we in Parijs een nieuwe initiatief aan het starten. Een volledig interactieve boardroom. Dus allerlei dat soort zaken, dat begint nu steeds verder de organisatie binnen te dringen. En dat is gericht op eindgebruikers en op beleggers? De klant van JLL. Ja. Precies. Ja. En dat kan ook ten doele zijn om een taxatie inzichtelijk te maken, wat de waardeverschillen zijn met de onderliggende panden, et cetera. Dus dat gaat veel verder dan alleen maar SEC 1 doelgroep. Moeten we zo breed mogelijk inzetbaar houden voor de organisatie. Ja. Op wat voor termijn is die digitale boardroom af? Goede vraag. Investeringen lopen altijd wat uit. Hou ik je van op de hoogte. Durf ik zo niet te zeggen wanneer het gereed is. Okay. Het is nu in ontwikkeling, dus dat zal binnen enkele maanden zijn. Je zegt nu over het hele bedrijf, geef je aan dat waar jullie mee bezig zijn. Maar deze webinar is wel echt specifiek voor de makelaardij. Ja. Wat doen jullie daar om daar weer een volgstap in te maken? Nou, ik denk dat de makkelijke punten zijn het CRM-pakket verder faciliteren, uitbreiden met aanvullende informatie. Nou, we begonnen ooit met klantinformatie natuurlijk. Nou, dat heeft iedereen wel op orde. Ja. Volgende stap is nu steeds verder je vastgoeddata en andere openbare data aan het CRM-pakket koppelen. Ja. Andere punten zijn is hoe kun je je research data, de data binnen de organisatie, en dat gaat veel verder dan alleen research data. Denk aan bezettingsgraadanalyses die we uitvoeren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze makelaars op de hoogte zijn van die data en die data ook kunnen gebruiken in hun pitches, zodat ze net wat slimmer overkomen dan de jongens van Savills, bijvoorbeeld. Dat wordt wel lastig, ook kan ik niet vertellen. Flip, wat verwacht jij? Nou, ik hoor heel veel over de data-analyse. Ja. En daar zijn wij natuurlijk als lokale speler ook wel mee bezig, maar op een wat minder grote schaal als deze jongens. Wij verwachten heel veel ontwikkelingen in het visueel maken van mogelijkheden. Yeah. De virtual reality, gekoppeld natuurlijk met de big data. Wij vragen ons altijd wel af van, in hoeverre kan je alles kwantificeren? Is dat mogelijk? Komt er altijd heel veel gevoel bij. En in makelen gaat het toch ook altijd weer om people business. Het moet je gegund worden. Je moet de markt kennen. Niet alles is inzichtelijk. Het soort transparant is het nog niet. Dus je moet een groot netwerk hebben om tot oplossingen te kunnen komen. Bij vraagstukken die niet altijd even makkelijk te beantwoorden zijn. Wat ik eigenlijk hoor is, er is zoveel meer dan technologie. En ja, het is een beetje de combinatie. Groot zal blijven. Het is natuurlijk de hele tijd in vragen van, blijft de traditionele makelaar? Nou, we zien dat onze rol al ontzettend verandert. Het is niet meer de deur openmaken. Het is niet alleen maar, jij zoekt dat, wij verkopen dit. Het is naar oplossingen zoeken. Ja. En het blijft ook het poppetje. Je moet goed kunnen omgaan met een klant. Ja. Of het nou een eindgebruiker of een belegger is. Om partijen met elkaar te verbinden. En daardoor geloof ik echt wel dat het ons ontzettend blijft ondersteunen, de technologie. Alleen ons werk overnemen als makelaar. Nee. Of grotendeels overnemen. Ja, dat zie ik nog niet gebeuren. Nee. Ik zie wel dat het makkelijker wordt, dat we transparanter worden. Alleen er zijn ook nog genoeg dingen die niet transparant zijn. Ja. En daar halen wij natuurlijk ons concurrentievoordeel aan. Precies. Wouter, hoe zie jij dat? Wat verwacht je dat de wereld op zijn kop gaat zetten? Ja, de wereld op zijn kop, dat is een lastige. Kijk, wat ik zelf zie, ik ben ooit mijn loopbaan gestart bij Booking. Ja. En daar was technologie stond echt bovenaan het lijstje. Nou, dat is natuurlijk niet voor niets, hè, een bedrijf, een IT-gestuurd bedrijf. Maar je zag daar wel heel goed dat ze elke dag aan het testen zijn om het product weer beter te maken. Ja. Dus jij als klant zag niet of je nou de ene dag op dat scherm zag of dat scherm zag. Maar ze keken wel naar de conversie daarachter. En dat zette mij wel aan het denken. Dat ik, waarom doen wij dat eigenlijk nog niet? En waarom lopen wij met een bezichtiging, met een projectinformatie die nog hardcopy is en die menige huurder in de lift staat te verfrummelen en dat je denkt, dat wordt niet meer gelezen. Daar moeten we denk ik ook een stap in maken. Zeker. Maar als je dat doet, dan moet je daar wel over nadenken. Waarom doen we dat en wat kunnen we met de data die erachter zit? Ja. En wij zijn daarmee, met die gedachtegoed, hebben we gedacht van, nou, dat gaan wij omarmen. Vandaar dat we samen met Office Show hebben de app ontwikkeld
waarbij we bezichtigingen gewoon digitaal dat kunnen laten zien, een link kunnen sturen, maar daarna ook de huurder digitaal kunnen blijven volgen. Dus we weten gewoon precies wanneer kijkt hij op welke pagina, hoeveel seconden, wat interesseert hem en wat is de conversie. En als we dat blijven testen, ja, dan zijn wij ervan overtuigd dat we uiteindelijk onze verhuurder daarmee beter kunnen van advies kunnen dienen. Ja. En voor onszelf maakt het het tastbaarder waar we op welk moment, op welke punten we gas moeten geven of juist niet. Ja. En wat Flip zegt, kijk, het blijft persoonlijk, het blijft people business, helemaal mee eens. Dat zal het zeker blijven en dat verwachten we ook eigenlijk van iedereen die bij ons in het team zit. Alleen, ik denk als je een stap verder gaat, is dat je dat deel is er eenmaal, dat verwacht je van de makelaar. Maar als je dat stukje technologie eraan kan koppelen, kan hij zijn diensten wel weer beter aan een huurder of aan een verhuurder toelichten en verkopen. Ja. En de informatie die je uit die website haalt, die is zeer gedetailleerd, heb ik begrepen. Ja. Want jij zei net tegen Flip, jij hebt 3 keer gekeken vorige week. Ja, Flip had wat research gedaan, dus wat dat betreft goed voorbereidend werk. Nee, wij krijgen elke dag, en dan heb ik over het Zuidas Offices.nl Amsterdam. Ja. Wat we voor onze eigenaren hebben gemaakt. En we krijgen elke dag een uitdraai, welke bedrijven hebben gekeken, hoe lang, op welk gebouw, welke pagina. Ja. En daarmee kunnen wij eigenaren bedienen van, je moet bovenaan staan, want de conversie is hoger als je bovenaan staat of niet. Ja. Dus daarmee zag ik dat Flip inderdaad een aantal keren de website had bezocht en waar hij op gekeken had. En zijn huiswerk goed gedaan. Ik moet zeggen, we zijn steeds meer bezig met het positioneren van panden. En daardoor zoeken we allemaal partners in. Nou, met Officio werken wij ook nauw samen. Om te kijken van, hoe kunnen we die panden beter aan de man krijgen? Dat is toch ons werk. Zorgen, hoe kunnen we huurders hierin bedienen? Soms zien huurders door de boom het bos niet meer. Dus gebruiken we andere platformen om dingen aan te bieden. Kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de marketing beter aansluit bij de behoeften van de klant. En dat vind ik met dit voorbeeld ook weer heel knap. Ja, je gaat kijken wie zijn erin geïnteresseerd. En dan kan je daar weer je marketing op aansluiten. Van, jongens, we moeten die partijen moeten we... benaderen. Ja, precies. Nou, het leuke eruit is van, inmiddels, we zijn er in eind mei mee begonnen. En inmiddels mogen we de eerste transactie ook daarmee afgerond hebben. Dus dat is sowieso leuk. Dat betekent dat die website echt converteert tot deals. Ja. Ja. Okay. Maar komt dat niet meer? Die website is een platform waar jullie een bepaalde vraag onder kennen. En die gaan jullie bedienen met de makelaars, om het zo te zeggen. Ja. Het is echt een soort dochteronderneming, hoe we het hebben gezegd. En aan diegene laten we dus uit als zien transparant maken van, je kan bij ons we nemen je mee naar een van de restaurantjes op de Zuidas om er gewoon een beeld van te krijgen. Daarna gaan we naar het bureau Zuidas, we gaan het gebouw bekijken. En die feature die erin zit, die ik zelf heel erg leuk vind, is dat je, er staat op een gegeven moment staat de check your travel distance. En wat dat inhoudt, dat op een gegeven moment kwamen we namelijk bij een huurder die zei, als ik naar dit gebouw moet, dan ben ik minimaal 20 minuten onderweg. Is dat zo? Want de makelaar zegt altijd, het is maar 10 minuten en je bent er zo. En dat is bij voorbaat eigenlijk al ongeloofwaardig. 10 minuten te zijn. Ja, precies. Je rolt het al positief van de positieve kant uitgaan. Ja. En daar staat gewoon letterlijk, je kan met auto, openbaar vervoer, lopen, fietsen, kan je gewoon intoetsen 15 minuten. En dan zie je een flex verspreiden wat je binnen die 15 minuten kan bereiken. En dat is iets, dat laat je met een bezichtiging zien aan iemand. Ja. En dan is het waarheid, want Google zegt het en niet ik als makelaar. Ja. En eigenlijk, de technologie ondersteunt, je wil een bepaald gevoel creëren. Bij je klant. En dat is eigenlijk de ondersteunende functie. Waar we steeds meer mee bezig zijn, is een bepaald gevoel te creëren. Want het is niet puur sec statisch van oké, je hebt zoveel vierkante meter. Maar wat is de toegevoegde waarde van deze beschikbare ruimte? En ik zeg niet dat wij het gouden ei hebben. We zijn ook nog steeds aan het zoeken van hoe kunnen we het optimaliseren? Kunnen we het verspreiden? Kunnen we het groter maken? Maar je merkt wel dat nu is het behapbaar voor onszelf om het bij te houden in combinatie met het team en onze ondersteunende afdeling binnen Sevels. Alleen als we dit voor andere gebieden gaan doen of groter gaan worden, ga je eigenlijk ook direct een ander businessmodel aanboren. En daarmee ga je wel kijken, past dat binnen ons of moeten we daar iemand van aannemen? Hoe groot gaat het laten worden en wat blijft de core business die je doet? Nee, maar eigenlijk geven jullie aan, en dat proberen wij ook, ondanks we natuurlijk veel kleiner zijn, veel kleiner budget hebben, van welke partners kunnen ons helpen om stappen te maken in de technologie. Zeker. We hebben niet het idee dat we dat zelf kunnen. Ik bedoel, verder van, blijf doen wat je goed doet.
Maar we hebben onder andere met GeoFi, wat voorheen Offerswenk heette. GeoFi zijn we een partnership aangegaan om data in kaart te brengen. Nou, RealMark heeft onder andere Zuidasos voor ons ontwikkeld. En dan officieel om onze app en de portfeuille weer te doen. Ja. Dus zo zoeken we eigenlijk per onderdeel zoeken we wel naar de juiste partners die die expertise hebben. Ja. En ons kunnen ondersteunen. Er is net een vraag binnengekomen van Paul de Vries. Dank je wel voor de vraag. Paul wil graag weten wat de mogelijkheden zijn voor een lokale speler zoals Ans de Wijn om in technologie te investeren. Want JLL en Savills kunnen profiteren van een internationaal netwerk. Dus waar haal je de technologie en het budget vandaan? Nou, het budget moet je creëren. Weet je, dat ben ik heel simpel in. Van waar je het vroeger in stak, ga je het nu anders verdelen. Waar wij het vooral in zoeken is in partners. We proberen ons de hele tijd te laten informeren van wie kan ons wat bieden. En dan is het gewoon proberen. Ja. En we hadden toevallig voor deze sessie hadden we het er ook over. Van wat gebruiken jullie? Hoe doen jullie dat? En wij zijn elke keer aan het kijken, als we hiermee verder gaan. Kijk, je moet er eerst zelf in geloven. En als je in een bepaalde technologie gelooft, moet je het ook proberen. En daarna monitoren, analyseren gewoon, wat brengt het ons? Ja. Hoe wordt het ontvangen door de markt? En een beetje test en error. Van waarmee ga je verder en waarmee niet? En wij hebben niet inderdaad het grote internationale netwerk. Wij hebben wel een dusdanig sterke positie en een goed netwerk in onze regio. Dat sommige internationale spelers daardoor wel met ons willen werken. Omdat het dan ook gegund is en omdat we die lokale markt zo goed kennen. Maar Flip, eigenlijk hoor ik door de regels heen dat je gewoon wacht op een overnamebod van Savills. Sven, als jij kijkt naar de eigen organisatie. Ja. Merk je dan dat er, veel technologie ook jullie kant uitkomt vanuit het internationale netwerk? Jazeker. JLL ziet zichzelf steeds meer als een technologiebedrijf gespecialiseerd in vastgoed. Dus wat er internationaal ontwikkeld wordt, komt automatisch ook naar lokale business toe. Maar niet alleen binnen het JLL-netwerk zelf zoeken we de samenwerking. Wat de heren ook al aangeven. Het speelveld van technologie-startups is dusdanig groot dat je als groot vastgoedbedrijf vaak achter de feiten aanloopt als het gaat om vernieuwing. Yeah. Wat we daarom nu doen is voor ons RealBuy Symposium, Beleggers Symposium jaarlijks, gaan we nu een prijs uitreiken aan de beste tech-startup, de property-startup. En dat doen we samen met Holland Property Tech. Yeah. Dus op die manier komen we heel laagdrempelig in contact met de start-up-markt binnen vastgoed. En dat is wel heel leuk om te zien wat daar allemaal speelt, waar je nog niet van hebt gehoord. En heel snel een intrede maken in de Nederlandse markt. En het uitschrijven van een prijs is de makkelijkste manier. Is een eenvoudige manier om er mee in contact te komen. Zeker. Hoe ervaar je dat dan binnen een groot bedrijf? Want ik zie dat we binnen Savills zijn wel bezig voor de lange termijn om technologie te omarmen, maar de implementatie ervan kan best stoperig zijn. Ja. Proberen wij als de afdeling die wij mogen runnen, om dat wel daadwerkelijk ook tastbaar te maken, om daar snel mee proberen van nieuwe ideeën. Dat is denk ik ook het verschil tussen de traditionele makelaar en de makelaar van nu. De traditionele makelaar kijkt naar de deal die nu doet, die volgend jaar kan doen. De makelaar van nu kijkt ook veel meer hoe die gefaciliteerd kan worden. Wat maakt hem beter, slimmer dan zijn concurrent? Ja. En daarin speelt technologie een grote rol. Dus dat wordt wel gefaseerd, geïmplementeerd. We hadden het net al over CRM. Vernieuwingen die wij daardoor hebben ingezet. Het property gedeelte, dat is gefaseerd, geïmplementeerd. Dat is niet, jongens, alsjeblieft. En morgen moeten we ermee werken. En dan heeft het geen kans van slagen. Je moet er wel langzaam ingroeien. En je moet iemand niet overladen met nieuwe snufjes en nieuwe inzichten. Dus dat is wel heel belangrijk. Lean en mean. Kortom, je moet het ook gefaseerd invoeren. Wil je ervoor zorgen dat het in de praktijk gebruikt blijft worden? Ja, zeker. Wij zijn ook, als ik kijk naar mijn zoontje van 4. Die gaf ik een iPad voor het eerst in zijn handen toen hij 2 was. En dat ging meteen vanzelf. Bij ons gaat dat niet meer vanzelf, zeg maar. En nog een groot deel wel van de technologie.
Ja. Maar sommige zaken moet je wel langzaamaan implementeren, zeker in een grote corporate. Ja. Ja. En het is een snel veranderende markt, dus ik denk dat je ook er snel op die trein moet stappen. Ja. Want anders mis je precies. Ja, ook nog de boot. En ja, klein maakt wendbaar. Nou, dat zien wij wel bij ons. Dat we hebben hele korte lijnen. We kunnen heel snel beslissen. Ja. En daar hebben wij soms het voordeel in ten opzichte van wat grotere organisaties. Dat wij heel snel kunnen beslissen, oké, we gaan daar wel mee verder en we gaan daar niet mee verder. Ja. Wij hebben wat minder grote bronnen. We hebben niet dat hele grote internationale netwerk. Maar wij kunnen wel heel snel beslissen, hey, laten we hiermee verder gaan. Ja, maar klanten van jullie verwachten dat denk ik ook niet. Die verwachten niet van jullie om een uitgebreid research rapport te krijgen. Maar je bent, omdat je Utrecht goed kent, is je lokale kennis belangrijk. Ja. En word je daarmee complementair aan een... Nee hoor, precies. Maar dan heb je het weer over het research. Ik had het echt over het makelen. Welke tools gebruik je? Waar ga je mee verder? Welke online marketingacties hanteer je? Ja, wij zien dat niet meer los. Research, business. Ja. Het is één DLL-product wat je aan de klant ter beschikking stelt. Al je expertise. Ja. En ik denk dat is en blijft het verschil tussen de grote voordeel bij jullie organisatie. Dus jullie echt naar je eigen afdeling. We kijken hoe waardevol dat is naar de gebruikers en naar de beleggers van de gebouwen. Ja, daar kunnen wij nooit aan tippen. Nee. En dat moeten wij denk ik ook niet eens willen. Nee. Dit alles naar aanleiding van de vraag van Paul de Vries. Paul, dank je wel voor de vraag. Voor de andere vraagstellers. Misschien is het een goed idee om erbij te zetten waar je werkt en aan wie je de vraag stelt. Dan in dit geval was dat duidelijk. Goed, we hebben een aantal stellingen voorbereid. De eerste stelling luidt: technologie maakt de makelaar op termijn overbodig. Flip nam net al een voorspotje. Wouter, mag ik jou vragen, zie jij de makelaar ook daadwerkelijk verdwijnen op termijn? Nee, ik zie hem niet verdwijnen. Kijk, als je kijkt naar de woningmarkt, waar Funda eigenlijk al het platform is, waar de makelaar, ik wil niet zeggen overbodig maakt, maar daar wel een andere rol al krijgt. Ja. Zie je nog steeds dat in bijvoorbeeld nu weer goede tijden, Amsterdam, de aankoopmakelaar is weer nodig om aanbod te krijgen. Het stond laatst in het FD. Precies, een mooi artikel van degene, een goede redacteur. En wat ik zie, kijk, ik zie het niet verdwijnen, maar ik zie het wel anders worden. Je gaat anders, als makelaar ga je anders je diensten verlenen aan zowel huurders als eigenaren. En ik denk dat we wel een aantal daar nog bewust van moeten zijn dat dat veranderend is. Ook al zeggen we dat al een aantal jaar, maar het wordt wel tastbaar. En kijk je even over de landsgrenzen. Nou ja, als je in Londen kijkt met een CoStar, wat dan een hele... Uitgebreid, heel transparant. Ja, CoStar is een dataleverancier. Data bijhoudt. Ja. Maar feitelijk gewoon de markt heel transparant wordt. Maar hoe interpreteer je die data? En ik denk dat dat voor huurders bijvoorbeeld die niet dagelijks met vastgoed bezig zijn, nog steeds belangrijk is om daar een goede service op te verlenen. Ja. Dus je ziet die rol veranderen, maar hij blijft nog steeds. Blijft die rol om een transactie af te kunnen ronden. Er komen steeds meer tools waarmee mensen eigenlijk zelf aan de slag zouden kunnen gaan. Ja. Maar dan blijft het belangrijk om de analyse te kunnen maken. Wat zeggen de cijfers? Je ziet in Amsterdam bijvoorbeeld, als je kijkt naar het verhuurderspalet, zie je dat dat meer en meer internationaal wordt. Ja. Waar je voorheen nog veel pensioenfondsen, Nederlands pensioenfondsen, eigendommen hadden. Nou, kijk op de Zuidas, dan zijn de Duitse beleggers en nemen de overhand. Ja. En ja. Die vragen wel een andere vraag dan de lokale beleggers. En die zullen altijd gebruik moeten blijven maken van een adviseur en in dit geval een makelaar. Ja. Nou, daarmee geeft hij ook meteen aan. Als makelaar moet je twee partijen met elkaar verbinden. Ja. En de beleggers gebruiken heel veel data. De gebruikers toch beduidend minder. Als makelaar moet je weten, wat is de insteek van de ondernemer? Hoe zitten zijn bedrijfsprocessen in elkaar? En hoe kan je ervoor zorgen dat het vastgoed ondersteunend wordt en niet leidend? Zoals we ook wel vaak genoeg hebben gezien. Ja, en zolang je dat niet kan kwantificeren samen met het gevoel, kunnen tools wel heel goed ondersteunend werken. Alleen het interpreteren als analyseren van de tools, daar heb je mijn inziens nog steeds een makelaar voor nodig. En dat zien we nu ook. Daarvoor worden we ook gebruikt. Ja. Ze zien ook wel dat er veel aanbod is. Ze kunnen ook wel met iedereen bellen om even langs te lopen. Van kan ik hier zitten? Maar wij proberen natuurlijk als adviseur een adviserende rol te hebben om een spiegel voor te houden van wat is goed voor je business.
Ja, en als dat is de essentie. Ja. Voorheen bracht je partij A en B bij elkaar. En als B de huurder is, dan gaat jouw advies veel verder dan alleen maar even bemiddelen op dat huurcontract. Nou, precies. Zit je hier wel op de juiste plek? Heb je wel zoveel meter nodig? Wat, ja, maar dat doe je. Wat zijn goede ambities in de komende jaren? Hè? Hoe kan je dat weer ondervangen door wat flexibiliteit? Ja. Nou, dat is niet iets wat data je kan bieden. Nee, nou, dat denk ik ook. En daardoor denk ik van een makelaar kan niet overbodig worden. En het leuke is, als je die rol inneemt, ongeacht door welke partij je wordt ingeschakeld, dan krijg je straks altijd twee tevreden partijen. Ja. En dan zorg je weer voor continuïteit. Er is een vraag binnengekomen van Rieke Smakman. Zij is van Oostwaard Advocaten. De vraag luidt: ik hoor zoveel over het gebruik van blockchain-technologie in commercieel vastgoed. Hebben de heren, jammer overigens dat er geen dames aan tafel zijn, vindt Rieke, daar ervaring mee of een visie op? Blockchain technologie, Sven. Ja, kunnen we daar iets mee? Leuke, goede vraag overigens. Of we er wat mee kunnen. Dat is nu net zo'n ontwikkeling waar wij vanuit JLL, of in ieder geval vanuit research, minder sterk zicht op hebben. Wat de impact dan daarvan gaat zijn op ons vakgebied. Maar dat hadden we jaren geleden, zagen we Airbnb en Uber en dergelijke ook niet één op één aankomen. Nee. Wat dat voor impact zou hebben. Gaat het impact hebben? Ja, alleen in welke omvang? Hele interessante vraag, maar voorlopig nog geen antwoord op. Blockchain technologie, het is eigenlijk de technologie achter de Bitcoin, een virtuele munt. Het heeft vooral te maken met de eigendom die daarmee wordt vastgelegd, de blockchain technologie. Zie jij mogelijkheden, Wouter, hiervoor? In het vastgoed? Ja, ik moet wel eens aansluiten. Want ik vind dat het staat nog wel in de vastgoed staat ook nog aan de vooravond. Hè, dat je nu zegt, je ziet al eerste resultaten. Althans, ik zie ze nog niet. Nee. Maar je ziet wel even inhaakt op het voorbeeld dat jij gaf met onder andere de Ubers die net geïntroduceerd zijn. Ja, volgens mij zijn ook automerken nu de zelfrijdende auto aan het implementeren. En stel je voor, en Uber wil een zelfrijdende auto als taxi laten fungeren. Maar de leverancier van die auto's die gaat hem niet aan Uber leveren, want ze hebben zelf die technologie ontwikkeld. Dus volgens mij gaat er nog een hoop gebeuren in die business. En ongetwijfeld zal er op een gegeven moment het geniale idee, en ik hoop dat ik hem heb, in de vastgoedwereld komen. Maar dit is nog te vroeg wat mij betreft. Ja, Flip? Nou ja, ik moet zeggen, ik wilde net gaan vragen, kunnen we niet even uitleggen wat blockchain is? Want ik weet het niet, wij gebruiken het niet, het is compleet nieuw voor me. Ja. Dus graag hoor ik, wat houdt het in? En wat is het? En dan kan ik erop inspringen of ik denk dat het onze markt gaat veranderen. Ja. Sven? Nou ja, wil jij uitleggen wat volgens mij is het net uitgelegd door jou, Johannes. Nogmaals, met de uitleg van nu hoe ik het begrijp. Ik zie nog steeds geen concrete toepassing. We zien nu voor het eerst dat handtekeningen digitaal worden gezet onder een contract. Dat het niet meer allemaal hardcopy hoeft te zijn. Nou, dat kunnen we natuurlijk al een tijdje. Maar ook dat zie je niet heel... Zie je niet dat dat helemaal door... Dat we dat nu alleen maar doen. Hè? Wat we misschien verwacht werden, op een gegeven moment wordt het digitaal ondertekenen. We hebben net een transactie voor Union op de Zuidas gedaan. En alle contracten moeten gewoon, omdat dat via hun beleid is vanuit het Duitse bedrijf, moet gewoon per courier nog steeds richting Duitsland ondertekend worden. Dus dat gaat niks. Ook een nieuwe technologie? Nou, faxen, ik ben blij dat we die... Volgens mij staat er onder ons businesskaart nog steeds al een faxnummer. Maar ik durf je niet te zeggen of die nog ergens in het bedrijf echt staat. In de kelder. Maar bij de uitgeverij hebben we hem gedoneerd aan de telecom. Blockchain houdt even voor mijn duidelijkheid, en wellicht hebben andere kijkers dat ook, het digitaal ondertekenen. Het biedt eigenlijk juist meer mogelijkheden op het gebied van het opdelen van het bezit van vastgoed. En verspreiden over eigenaren die elkaar mogelijkerwijs niet eens kennen. Ja. Dus, daar zie je wel wat start-ups, maar... Ja, ik vind het nog heel moeilijk tastbaar. Ja, je krijgt mogelijkheden om er zijn diverse websites, een soort marktplaats waar je als particulier kunt bieden op panden. Ja. En een klein aandeel kunt kopen. Een soort VVE-constructie wordt erop gezet. Ja.
Maar is daar, ja... Dus eigenlijk een soort van participatie in een fonds. Je ziet hem op de wattenvlak, volgens mij. Ja. Ergens wat initiatief. Maar dan volledig digitaal. En ja. Je kunt verkopen op het moment. Ja, je kan wel liquideren gewoon. Ja. Oké. Ja, dat lijkt me. Tot dusver weinig concrete aspecten op dat vlak. Ja. Oké. Ik hoop dat dit een antwoord is op de vraag van Rieke Smakman. Dank je wel. We waren midden in de stelling dat de makelaar overbodig wordt. Een volgende stelling is... Misschien de eindconclusie nog even, dat dus niet het geval is. Oké. We gaan met de gerust heel goed. Dat wil je even gezegd hebben. Ja, dat wil ik zeggen. De makelaar wordt niet overbodig. Ja. Oké. De volgende stelling luidt... Big data wordt sturend voor alle vastgoeddeals. Merken jullie dat... al in de praktijk, Sven? Nou, dat gaat zeker niet leidend worden in alle vastgoeddeals. Sturend min of meer. Met de nieuwe scopersgroepen die we de afgelopen jaren actief hebben gezien in de Nederlandse markt, met name private equity. Maar dan heb je het over de beleggingsmarkt. Dan hebben we het nu even over de beleggingsmarkt. Aan de gebruikerszijde zijn er ook voorbeelden, maar aan de beleggerszijde is het sterker aanwezig. Private equity geld stuurt heel erg op data, op modellen, rekent alles tot achter de komma, nauwkeurig rekent het door. Vragen die we de afgelopen jaren hebben gekregen, ik wist niet dat ze relevant zouden zijn voor kantoren vastgoed, maar dat terzijde. Dus sturend voor dat soort jongens zeker, ook voor de Nederlandse business is het steeds belangrijker. Maar het gaat zeker niet leidend worden. De data moet op een juiste manier geïnterpreteerd worden. En dat is wel echt ons vak. Een cijfertje is niet altijd de volledige waarheid. Ik hoorde jou op een ander seminar wat jullie organiseerden bij Johannes, je collega van Colliers roepen dat de taxatieafdeling over, volgens mij zelfs 3 jaar, maar laat ik even voor het veiligheid 5 jaar nemen, overbodig is, omdat dat allemaal data gestuurd gaat worden. Hoe zie jij dat? Ja. Nee, dat... binnen de woningmarkt wellicht. Als we kijken, toevallig onlangs een huis gekocht. Nou, de waardering is daar volledig automatisch. Er komt nog wel iemand langs om even te inspecteren of de woning er echt staat. maar het rapport zelf is volledig geautomatiseerd. Referenties worden erbij gezocht. Maar een woningproduct is mijn inziens eenvoudiger dan commercieel vastgoed. Het kantoorpand op de Zuidas, in het stationsgebied van het Zuidas, heeft een totaal andere waarde dan Kop van Zuidas of bij de voormalige ING-schoen. Ja. Dus daarin komt expertise van de markt, is daar veel belangrijker dan binnen de woningmarkt. En denk ik niet dat we taxaties volledig kunnen gaan automatiseren, tot op zekere hoogte. Maar nee, dat zie ik niet gebeuren. Nee. Jullie? Ja, ik ben het met je eens. Kijk, ik denk dat er een deel kan een algoritme schrijven voor een taxatie. Als je gewoon baseert met de juiste bronnen die je als Jones of als zelf zijnde hebt. Maar aan de andere kant, kijk, er zal altijd iemand moeten weten, een taxateur, hoe ziet het gebouw eruit? Wat is de verhuurpotentie? Wat gebeurt er in het gebied? Ik bedoel, even een heel simpel voorbeeld. Ik denk niet dat een algoritme rekening gaat houden met een DOC-model. Even, dus daar zie je eigenlijk al dat daar wel het menselijk oog zal daar toch een input aan moeten geven. En voor iedereen die het DOC-model is de infrastructuur rondom de Zuidas die gaat worden aangepast. Precies. Dat je verbindingen krijgt die eigenlijk de weg gaat het speelveld onder de, weer ja, weggaat dus, onder de grond of wordt overkapt. Ik zal niet zeggen dat het meteen nu impact op de waarde van het vastgoed heeft, maar het is wel iets waar je rekening mee gaat houden als taxateur zijn. Van wat zijn de infrastructurele zaken die rondom dat gebouw gaan spelen. Ja. Nou, er komt een tweede station bij. Ik denk dat niet onbelangrijk is om dat als gebouweigenaar mee te nemen en ook in je taxatie terug te laten komen. Ja, maar commercieel vastgoed is gewoon te heterogeen daarin. Ik denk dat het daarom neerkomt. Ja. En zoals Sven zegt, sommige rijtjeswoning, dat is een redelijk homogeen product. Ja, dat zou je wellicht... Maar in de huidige markt, waar grote partijen met heel veel geld op zoek zijn naar veel aanbod. Ik denk dat daar de rekensommen natuurlijk wel een hele grote rol spelen. Op en dus ook de data. Ja. Ja. Weet je, op macrogebied, of micro, is het dan echt wel een stukje lastiger, denk ik. Ja. Want dan heb je echt de lokale kennis nodig. Ja, als het niet gekwantificeerd is. Ja, hoe kan je dan
automatisch een waarde eruit krijgen. We hebben het nu over de beleggingsmarkt, Flip, maar hoe zie je even de markt waar jij dagelijks naar opereert? Ja, want eigenlijk is dat de stelling natuurlijk, nou, data wordt sturend. Kijk, in de beleggingen zijn we ook dagelijks bezig, alleen meer de single assets. Wij verkopen niet hele portefeuilles, in ieder geval nog niet. Maar ik denk dat je vooral doelt op de gebruikersmarkt. Ja, in de gebruikersmarkt kijken we natuurlijk, wat zijn demografische ontwikkelingen? Hoe kunnen we daarin partijen helpen om keuzes te maken in hun vastgoed? Ja. Wat voor faciliteiten zijn er? Ja, dat kan je niet altijd allemaal in modellen verwerken en dat eruit komt van, joh, dat is de locatie. Het ondersteunt wel, laat ik dat voorop stellen. En de modellen zijn er wel, alleen dan komt het verhaal eromheen. Willen ze daar wel zitten? Zijn er andere aspecten die je niet in data kunt omvatten? En waar wil die ondernemer naartoe? Wat wil hij met zo'n organisatie? Ja, en als iemand een exit zoekt, heel anders dan dat iemand bezig is met een... We hadden een collega die deed de transactie van LinkedIn, ik denk nu 3 jaar geleden. En die ging naar de Rembrandt-toren. En eigenlijk zou je zeggen, Rembrandt-toren is de hoogste gebouw van Amsterdam. Een waanzinnig mooi gebouw. Yeah. Maar feitelijk zou je zeggen, het profiel van LinkedIn zou beter op de IJovers passen. Even de technologie, TomTom, Booking, alles blijven zitten. Yeah. Maar die kwam binnen en die zei, de top 10 van mijn klanten zitten in dit gebouw. Dus ik ga hier ook zitten. En dat zou je nooit met big data, kan je dat nooit achterhalen. Dat is wel iets wat je moet weten. En wat voor hem was dat een afweging om daar te gaan huren. Ja. Ja, en dat is informatie waar alleen de klant over beschikt en niet de makelaar. Nou, dus als je het je vertelt, kun je wel weer je locatiestudie verder uitbreiden. Ja. Medewerkers, reistijden, kosten. Ja, maar daardoor is het ondersteunend en wat minder sturend. Of wellicht ook wel sturend, maar niet leidend, zoals je al aangaf. Ja, precies. En ik denk wel wat je natuurlijk wel ziet steeds meer, dat hebben wij geprobeerd met Geofy, is dat je wel even terugkijkt op Amsterdam, want dat is wel voor nu is dat onze belangrijkste district waar we in opereren. Ja. Is dat we wel aan het kijken zijn hoe kunnen we die contractdata zo inzichtelijk mogelijk krijgen, zodat we gewoon eigenaren kunnen adviseren, per 2017, 18, 19 zijn dit de contracten die gaan expireren in dat gebied, wat in ieder geval je markt is, en hoe kunnen we die proactief benaderen en op welke manier? Mm-hmm. En wie heeft er waar ingangen? Dus daarmee is het wel weer sturend in een transactie die je op handen zou kunnen nemen. Ja, precies. Omdat je eigenlijk een potentiële transactie op het spoor komt, die je eigenlijk als lead uit de data haalt. Ja. Maar dan heb je over de expiratie. Ik neem aan dat we dat allemaal inzichtelijk hebben in ons werkgebied. Van wanneer lopen welke contracten af. En daar kan altijd een klein foutje in zitten, omdat er tussentijd verlengd is. Maar in de basis monitor je dat als makelaar, als geen ander. Precies. Want dat is je potentiële markt. Ja. Zijn er andere leads die je uit big data haalt? Sven? Nou, waar al eerder over werd gesproken, als je kijkt naar de aanbodsites, de zoekers daar worden ook gemonitord. Dat zijn de leads inderdaad. Worden nagebeld en daar acteren we naar en wordt intern opvolging aangegeven. Dus dat zijn de voor de hand liggende voorbeelden. Yeah. Nou, yeah. En ook vanuit researchrapporten, als we die versturen, houden we ook bij wie opent ze, hoe lang wordt er naar gekeken. En is ook een contactmoment met de klant om te kijken of er wat speelt als we over een bepaald onderwerp schrijven. Yeah. Dus dat zijn verschillende manieren hoe we zorgen dat we de leads vanuit onze klanten de organisatie binnen krijgen. Yeah. Nou. Hebben jullie daar recentelijk nog andere voorbeelden aan toegevoegd? Nou, we hebben, het verschilt een beetje per project, maar bij sommige, bij een project in Maarsen hebben we echt een aantal online marketingacties uitgevoerd met bepaalde codes daaraan hangen, om te kijken van, op bepaalde doelgroepen, die segmenteren we, gaan we eens even kijken welke acties het effect sorteren. Precies, en dat is wel heel leuk om te zien, dat je zegt van, hey, we merken dat die doelgroep wat meer daar vandaan komt, die doelgroep komt wat meer daar vandaan. Ja, en die data die gebruiken we natuurlijk weer ook bij volgende projecten. Want daarmee gebruiken we natuurlijk wel die data en die analyses die we zelf hebben. Ja. Maar het is toch elke keer proberen van, die LinkedIn-actie, wat heeft die opgeleverd? Alleen het monitoren daarvan, dat is natuurlijk heel, heel moeilijk. Want op een gegeven moment beginnen mensen te bellen. En daar is de organisatie dan op ingericht om te kijken van, waar komen de leads nou uiteindelijk vandaan? Ja. Kijk, via de platform en de office show modellen kunnen we precies zien. Oké, Jantje heeft gekeken, Pietje heeft gekeken. Ja. Maar soms staan ze er ook gewoon niet op. Er zijn partijen er niet op, maar die bellen je wel. Ja. En
dan is het heel interessant voor ons als makelaars om te weten welk kanaal hebben ze gebruikt om bij ons te komen. Tot jou te komen. Ja, en dan is het aan ons om te zorgen hoe kunnen we deze klant bedienen. Ja, precies. Ik wil naar de laatste stelling gaan. En die laatste stelling luidt: technologie is ondersteunend, het wordt nooit leidend. Ja, daar hebben we het net ook al over gehad. Dus het is een beetje een inkoppertje. Ja. Ja, wij denken dat het menselijke aspect nodig is om bepaalde transacties tot stand te brengen. Precies. En niet iedereen wil ook zelf onderhandelen. Nee, dat zijn er genoeg. En dat spel kan je ook vaak beter spelen als er iemand onderhandelt voor je en daarna nog eens een keer kan terugvallen op een B-scenario. Of iemand die daarachter zit die altijd nog ons kan overroelen en toch nog even net dat extra zetje wil geven. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk wel alleen doen op het moment dat je de makelaar op die manier in stand houdt. Maar ik geloof wel dat het ondersteunende factor van technologie, die gaat wel een grotere rol spelen dan dat het nu heeft. Ja. Je merkt, wat wij merken is dat je bijvoorbeeld even terugkijkt wat we net over de aanbodsites, de Funda, Realnext, Ventoo. Je merkt met de ontkoppeling van Realnext, merk je dat daar nu wel even een transparantie een stukje achteruit is gegaan, omdat die koppeling niet helemaal goed is geweest. En je merkt meteen dat je daar, dat iedereen daar toch behoefte aan heeft van, hoe zit het nou precies? Ja. Dus je gaat elkaar weer meer bellen en het wordt weer een ander speelveld eigenlijk voor de makelaars onderling dan dat dat voorheen was. Ja, ja. Dus het heeft wel meteen gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Ja, zeker. Ja. Ja. En hoe vaak komen transacties wel niet tot stand door aanbod dat er officieel niet op de markt is? Ik denk dat we allemaal genoeg voorbeelden van hebben dat we beleggingen hebben gedaan die officieel niet in de verkoop stonden. Maar we wisten de klant die toch in dat profiel stond. En hetzelfde is ook bij gebruikers. Als je de gebruikers goed kent. Dat de markt verandert. Dus doordat de markt aan het veranderen is. Dat zal in Utrecht denk ik niet anders zijn dan in het centrum van Amsterdam. Waar je voorheen misschien nog 8 tot 9 opties had in het centrum, heb je nu misschien 2, als je geluk hebt. Ja. En omdat dat aanbod aan het afnemen is. Maar de vragen groter worden, zie je dat het minder transparant wordt, omdat dat dan juist belangrijk is. Wie gaat er daar weg? Wie gaat er verhuizen? Kan ik daar al wat lijntjes aan elkaar koppelen? Ja. Ja, en dan zie je de oude rol van de makelaar feitelijk weer terugkomen. Of eigenlijk weer belangrijker worden. Wie zit te groot? Wie zit te klein? En daardoor is het altijd maar het onderhouden van je contacten. Dat zorgt dat je meer kennis hebt van de markt dan dat er beschikbaar is. Ja. En daar kan geen big data tegenop. Dat denk ik niet. Nee. Want dat is toch iets in het contact wat naar boven komt. Wat niet altijd gedeeld wordt met de hele markt. Precies. Er zijn genoeg organisaties zitten te groot. Maar die zeggen, ik ga dat toch niet aan de grote klok hangen. Dat kan mijn imago schaden. Ja. Ja, en daar is een rol van de makelaar als hij goede contacten heeft. En hij weet toevallig een partij die in dat gebied zoekt. Ja, dan kan je toch naar oplossingen zoeken. Ja. Zie je daar ook voorbeelden van, Sven? Zeker. Ja, we zien krapte op de markt. Wat door de heren wordt bevestigd, de rol van de makelaar is in dat soort gevallen weer belangrijker. Tegelijkertijd wordt technologie ook belangrijker. Die traditionele makelaar, wat we eerder al hadden geconstateerd, dat is bijna verleden tijd. Ja. De makelaar van vandaag de dag is misschien wel een hybride researcher-makelaar. Heeft enorm veel kennis van de markt, heeft zijn cijfers op orde, kan vernieuwende inzichten geven en heeft ook de contacten om de concurrentie voor te zijn. En om het inderdaad het aanbod wat niet op de markt is te koppelen aan een mogelijke zoeker. Ja. En dat is wel enorm belangrijk op dit moment. Ja. Nu gaat het in de markt weer crescendo. Is dit misschien een tijd waarin de aandacht voor technologie misschien ook wat minder is en dat niet? Nee, dat... Want ten tijde van crisis ga je natuurlijk bedenken van hoe kan ik zorgen dat... Misschien is het de noodzaak ervan wat minder, omdat het goed gaat. Dus iedereen is er... De omzet is ernaar, dus het gaat goed en er is weinig behoefte om te veranderen. Maar ik denk als je het niet doet, dat je op de lange termijn achteraan gaat lopen. Ja. En ik denk juist, en dat proberen we binnen zelfs heel erg op onze ETC-afdeling... om het juist te omarmen en een ander geluid te verspreiden, om dat echt daarmee voorsprong te creëren voor jezelf. Ja. Je moet je blijven ontwikkelen. Ja. En ik denk dat dat weer neerkomt. Dat hebben we ook in de crisis gezien. Kijk, en de Hosanna van Amsterdam is nog niet in Nieuwegein. Is nog niet in Houten.
Nee. Maar gaat het komen? Nou ja, de vraag is, kijk, de ontwikkeling die we hebben meegemaakt, hebben we ook niet zo snel zien. Hebben we ook weer waanzinnig snel zien veranderen. Ja. Ja, door kapitaal, door economische ontwikkelingen. En ik denk als organisatie moet je altijd blijven ontwikkelen om mee te kunnen blijven gaan met de tijd. Ja. Ik denk dat hier 3 goede voorbeelden zitten die zeggen van ja, wij zijn daar continu mee bezig. Natuurlijk, het makelen, maar je moet ook blijven ontwikkelen. Ja. Bij de crisis, toen zagen we heel veel makelaars die bleven hun oude spelletje doen. Ja, en die vielen allemaal weg. Ja. Want de telefoon ging niet meer uit zichzelf. En ik denk dat de bewustwording dusdanig groot is dat partijen nu hebben, jongens, blijf nou ontwikkelen. Technologie gaat snel. We zien opeens hele nieuwe aanbieders op de markt met de Flexels, de iLocates. Ja, dat zijn ook nieuwe spelers. Ja. Waar we mee samenwerken, die wat een concurrent is op sommige vlakken. Ja, daar moet je gewoon in meegaan. Ja. Dit lijkt me een mooie afronding van dit webinar. De tijd is op. Deze uitzending wordt vastgelegd en is vanaf morgenochtend terug te zien in de website van Vastgoedmarkt. Dat is vastgoedmarkt.nl. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor alle inzichten die jullie met ons hebben gedeeld. Sven Bertens van JLL, Flip van Overhagen, van Ans de Wijn, bedrijfshuisvesting, en Wouter Stevens van Savills. Heel hartelijk dank. Ook kijkers, hartelijk dank voor de aandacht. En tot ziens op vastgoedmarkt.nl.